Jeroen de Zet is hier eerder te gast geweest, meerdere keren zelfs. En is van Ex Machina en die heeft maandagavond een feest in Amsterdam. Dus als je erbij wilt zijn, dan moet je eventjes opzoeken bij... ik geloof niet dat het meetup was, maar zoiets. Eventbrite. Ergens boven in Amsterdam. Het was, weet je het ook weer? Ja, bij ons op het dak. Oh, bij jullie op het dak is het ook zelfs. Oké. Bij ons op het dak. Oké, maandagavond. Maandagavond, ja. En IBC is hier en dat is het jaarlijks evenement in de RAI, waar eigenlijk alle professionals uit de hele wereld bij elkaar komen. Ja. Als het gaat over televisie, radio en aanverwant. Ja, vooral techniek. IBC is heel technisch, maar er is wel de hele televisiewereld is dan even in Amsterdam. Ja, en jullie specialisme is zogenoemde second screen, tweede scherm. Klopt. Dus hoe kun je reguliere televisie combineren met interactie op een iPad, iPhone, Android telefoon, maakt even niet uit, op een ander scherm. Precies, ja. Ja. Hey, en voor jullie dus, dit soort dagen als van Apple, hoe kijken jullie daar naar uit? Is dat belangrijk voor jullie? Dat is niet heel belangrijk voor ons. Nee, we volgen dat zijdelings. Meestal horen we pas de dag erop wat er eigenlijk is gebeurd. Ik heb nu voor het eerst op jullie verzoek de boel eens even live bekeken. Dat heeft ook wel wat. Het gevoel van, ja, dat is toch wel leuk, de immediacy. Maar kijk, wat voor ons vooral van belang is natuurlijk wat voor soort apparaten er in de markt zijn en wat die apparaten kunnen. En de fijne nuances. Kijk, ik zit helemaal, ik hoorde jou net zeggen, ik let er eigenlijk al een paar jaar niet meer zo op wat er precies gebeurt. Ja, daar zitten wij ook al lang. De kleine stapjes van meer processors, meer retina display, dat is niet waar de echte, dat is niet waar wij ons zorgen over maken. Wat wel interessant is. En dat is vanuit de essentie van wat jullie doen, namelijk het koppelen van de televisie aan het apparaat wat je in je handen hebt of op de rand van de bank ligt, is ook totaal irrelevant natuurlijk. Je bedoelt... Nou ja, of er een nieuwe grafische processor in zit. Of denk jij nou gelijk naar die slow motion camera? Nee, ik vind die motion, de toevoeging van die motion sensor, dat vind ik interessant vanuit allerlei Pontified zelfachtige ontwikkelingen. Mm-hmm. En daar zien wij ook wel wat mogelijkheden, maar dat is echt nog over de horizon. Hè. Je kan natuurlijk een beetje afvalprogramma's-achtige wedstrijden, je zou je daar dingen mee kunnen voorstellen. Maar dat is nog echt over de horizon. Wat voor ons het meest actueel is dat er nu een goedkopere iPhone komt. Ietsje goedkoper, want het zet ook niet echt zo aan de dijk. En dat daarmee wellicht de opmars van Android iets gestuit wordt. En dat is vooral interessant omdat de iOS veel beter geschikt is om mensen te laten betalen voor content. Want als je een apparaat koopt, dan moet je zeg maar zo'n account hebben bij Apple. Ja. En dan heb je Nog één ding, maar dat is meer vanuit onze ervaring. Ja. Dat Android ook nog eens een ongelooflijk probleem heeft met het afspelen van video. Ja, het is een onwaarschijnlijke fragmentatie natuurlijk. Wij doen die video natuurlijk voor onder andere Fox, zoals je weet. Er zijn zoveel variaties van Android inmiddels op de markt. Ja. Dat je krijgt het niet op alle toestellen aan de praat. Met als gevolg dat eigenlijk degene die het aanbiedt, doorlopend slechte reviews krijgt. Ja. Omdat er altijd wel weer een toestel is waar net weer een andere codec op gebruikt moet worden. Ja. Redelijk rampzalig. Ja, ja, dat is een soort van. De Android is natuurlijk niet. iOS is min of meer een beperkte familie. En dit is een soort familie met allerlei vertakkingen en variaties en afwijkingen. Maar dat krijg je nu dus bij Apple ook. Want je kan toch op die 5S. Kan je andere dingen dan op de 5C. Er zullen applicaties zijn die op de 5S wel draaien en op de 5C niet. Dus misschien dat je daar dan ook wel weer straks weer dubbele ontwikkelpaden moet gaan hebben. Ja, en voordat je dus wel of niet fingerprint scanning, wel of niet grafische processoren. Ja. Maar als jij zegt van bij Apple heeft dat hele betalen zo goed op orde. Ja. Dat is natuurlijk zo. Dat is heel eenvoudig geregeld. En Android heeft dat minder. Maar Android is het groeiende platform. Ja. Dan moet dat dus voor jullie ook een grote zorg zijn. Wie zorgt ervoor dat dat bij Android beter gaat lopen? Wie maakt zich daar druk over? Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet helemaal duidelijk wie zich daar druk over maakt. Je ziet sowieso dat betalen voor content nog heel beperkt wordt gebruikt in second screen apps. Je ziet het vooral in de sporthoek wel, Amerikaanse sporthoek. Ja. Die doen natuurlijk vooral als Major League Baseball en zo.
Je ziet het in de soort apps die wij maken eigenlijk nog heel weinig. Hè? De play-along apps en gericht op het grote publiek. Dus het is voor ons meer een vertel eventjes, geef even wat voorbeelden wat jullie van de soort apps. Ja? De soort apps die wij, de apps die je van ons zou kunnen kennen is de vorige versie van The Voice. Het huidige kassapanel. Net genomineerd voor een prijs volgens mij. Prix Europa. Prix Europa, ja, een internationale prijs. Ja, kassa is ook wel een hele mooie case hoor. Dus die hebben we gaan, maar we doen ook veel internationaal. Alle interactiviteit in Zeebox, dat kennen we hier niet zo goed, maar dat is toch een van de belangrijkste onafhankelijke second screen apps. Die komt bij ons vandaan. En bovendien leveren we nu bijvoorbeeld in de Franse markt aan een aantal grote partijen alle hun interactiviteit. We zijn met een aantal Amerikaanse partijen bezig. Dus wij bouwen vooral de apps. Ik denk dat The Voice of inderdaad Kassa het beste voorbeeld is van de dingen die wij doen. Trouwens nog één opmerking van Twitter van Ron van der Boogaard. Een mooi compliment voor ons. Sinds onze livestream weer begonnen is, zakt het aandeel van Apple behoorlijk. Dat kan geen toeval zijn. Dat weten we natuurlijk niet, maar dat is minimaal een correlatie. En Bart Brouwers meldt nog dat je Google niet kunt verwijten dat het Android aanbiedt aan iedereen die er een kastje omheen wil bouwen. Helemaal eens. Bart, ik verwijt Google ook helemaal niks. Ik constateer alleen met jou, volgens mij, dat de versnippering en de versplintering tot problemen leidt voor ontwikkelaars. Vooral voor ingewikkelde apps hoor. Ik bedoel, voor simpele dingen heb je er niets van last van. Maar als je dingen met video gaat doen of als je het formaat van je scherm of de afmetingen van je scherm heel belangrijk zijn, dan heb je er gewoon last van. En dat begint nu bij Apple dus ook. Ja. Hey, en eventjes nog over die bereidheid tot betalen. Want wat je over het algemeen wel ziet gebeuren als er partijen zijn die zich heel erg op het Apple-platform richten. Dan zie je altijd andere mensen. Ik volg dan een beetje tijdlijnen op Twitter, et cetera, daar met grotere kritiek over. Maar is inderdaad, waarom ontwikkelen mensen in eerste instantie voor het Apple-platform? Zijn er die dingen minder apparaten? Hè? Dus je zou kunnen zeggen, dus eenvoudiger ontwikkelen plus... Als je, of nu eerst gratis weggeven en dan misschien in-app purchases, dus betalen voor extra elementen, dat het allemaal makkelijk is. Zijn dat de twee redenen? Ja, als ik even heel kort door de bocht ga, dan is het gewoon zo dat de Apple-gebruiker een aantrekkelijke doelgroep is. Ze gebruiken meer, ze verdienen over het algemeen meer, ze zijn meer bereid om te betalen. En dat maakt. En daarbij zijn ze relatief ook wat ouder. En als je natuurlijk kijkt vanuit mediaperspectief, waar de nadruk toch vooral nog steeds op de boodschapper 2049 ligt, dan is iOS daarvoor belangrijk. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat natuurlijk alle media executives zelf allemaal met Apples lopen. En alle reclamejongens ook. Weet je, en wat dat betreft moet je gewoon zorgen dat het daarop goed draait. Ja. En Android is een beetje voor de rest van de mensen. Ik chargeer nu, want ik denk dat Android een heel sterk platform is. Ja. Maar dat is wel waarom de nadruk zo op iOS ligt. Ja, maar welke ontwikkeling zie je daar dan in? Is dat opschuiven? Ja, het verschuift. En je ziet dat... wat grappig is natuurlijk, is dat het aandeel van iOS volgens mij... Ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar in Nederland is het al maar 70. iOS is 20. Ja, net, precies. Net precies onder de 20. Android is 70 en de rest wordt verdeeld tussen... Maar als je in je logfiles kijkt, ik weet niet, dat zal bij jullie ook gelden, dan is het vaak de helft. Ja. Dus ze zijn veel intensiever in gebruik. Maar je ziet nu dat bij verschillende apps Android ineens meer dan de helft wordt. En dat is vooral in jongere doelgroepen. Ik kan me voorstellen dat bij dingen als GTST en zo, dat daar iOS ineens heel... of dat daar Android belangrijker is. Dus dat is een verschuiving die je ziet. Maar dat is een verschuiving die op dit moment nauwelijks invloed heeft op de soort dingen die je ontwikkelt of de business cases. Maar ook om de reden die je net zei, want die doelgroep is niet de doelgroep die geld gaat, die niet gaat betalen voor dingen, et cetera. Dus als je iets ontwikkelt, is dat nog steeds wat je doet. Ja, Jeroen, second screen, ex machina, televisiebusiness. Ja, dat volg je natuurlijk op de voet. Connected televisie, internettelevisie is daar natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk in. Ja. Apple TV, nou dat gonst, blijft maar gonzen. Dat gaat ook wel komen, denk ik. We hebben dat kastje. Ja. Je zegt het gaat er komen. Wat gaat er dan komen? Heb jij daar een idee over? Ja, dat heb ik wel. Ik ben er al geruime tijd van overtuigd dat het een dongel wordt.
of iets, laat ik zeggen, een niet een volwaardig apparaat, maar iets wat je combineert met een ander apparaat. En ik denk dat Chromecast, wat ik ervan heb gezien, ik heb het nog niet zelf gebruikt, maar ik denk dat de volgende Apple TV, dat zeg maar Chromecast is. Maar dan beter. En dan, leg even uit voor wie het niet weet, wat is Chromecast? Chromecast het is de Google variant. Ja, Chromecast is eigenlijk de manier waarop je een connected van elke tv een connected TV maakt, maar dan... HDMI. HDMI, je stopt steekt hem erin. Dus het is een ontvanger van signalen, zodat je eigenlijk alles wat op je andere apparaat gebeurt kan afspelen op het mooie geluid. Van Erwin is, het is de smart HDMI versie. Dus op het moment dat je met hem connecteert, schakelt je televisie ook automatisch over. Dus je kan er ook zenders mee wisselen. Op dat kanaal. Je kan er ook zenders mee wisselen. Ja. Ja, ik heb me vandaag voorgenomen om alle dingen, als er HDMI langskomt, om dan toch te denken, oh ja, wat is HDMI ook alweer? Ja, heel goed. Dus. Goed. Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Dat is wat achter je televisie moet. Dat vorige week hebben we kritiek gekregen dat we met vooral Michiel Buitelaar soms nogal in onbegrijpelijke taal. Ja, waarvan wij dachten dat we het begrepen. Een combinatie met jullie. Ja. Nee, maar goed, vandaar de Nee, maar dat is natuurlijk dat is wel logisch. Maar waarom denk je dat? Waarin onderscheidt zich dat dan van het huidige Apple TV-kastje? Nou, waarin zich dat onderscheidt van het huidige Apple TV-kastje, is dat het niet een extra kastje is, dat het goedkoper is. Want die Chromecast kost $35 volgens mij. En ik denk dat die... Nou, dat duurt nog even en die zijn 10 of 20. Dat hoeft echt niet zoveel geld te kosten. Daar zit ook niet zoveel in. Daar zit ook niet zoveel in. Dat hoeft ook niet. Geen voeding, er zijn niks. Ja, en geen kastje is toch ook een voordeel. Want, want zeker in de huiskamer is er natuurlijk toch ook wat een belangrijk deel van het gezin. Maar waar zie jij dan de toepassingen voor die dongle? Ik zie die dongle vooral toepassingen voor over de top. Achtige toepassingen, dat is ook weer jargon. Ja. De televisie kijken via internet. Ja. En dat begint natuurlijk met illegaal gedownloade films, die ook via je media player kan kijken. Maar naarmate er meer in de iStore komt te staan, in iTunes komt te staan, in de store, kan je daar dus ook series gaan kijken. En je hebt nu natuurlijk ook al aanbieders zoals Machine en Stevie. Waar je gewone televisie op je tablet kan kijken. En ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die dan de gewone kabelaansluiting de deur uit doen. En dan televisie gaan kijken via internet. Maar is het ook wat Reinier iets eerder zei? Dat je omdat die iPhone en die iPad zoveel processorkracht krijgen, dat je eigenlijk helemaal geen kastje meer nodig hebt. Je hebt alleen maar een hele slimme connectie nodig naar dat grote scherm. Ja, eigenlijk hoeft hij niet eens zo heel slim te zijn, hè? Ik bedoel, hij moet vooral gewoon doorgeven. En het is wel prettig als je er kanalen mee kan wisselen. Maar waarschijnlijk ga je natuurlijk op een gegeven moment toch je kanalen daar wisselen. Maar er zit het geheim er meer in de gebruiksvriendelijkheid. Dat al, zodra je connecteert met dat ding, dat die automatisch naar dat kanaal switcht op je tv. Ja. Dan dat je nu met Apple TV, je afstandsbediening, moet je hem aanzetten. En dan je op Airplay. En kabels, hè? Kabels, voeding. Kabels, voedingen, kastjes. Dat is natuurlijk een groot deel van de mensen wil dat niet. Nog een kastje. Hey, daar even over gesproken. Ik heb een tijdje geleden een e-book gekocht uit Amerika. En die heet iets van Cutting the Cord. In Amerika is dat een belangrijk ding. Want we hebben de kabelaar niet meer nodig. Maar we kunnen via internet alles bekijken. Ja, Zero TV Homes. Is het in ons land niet zo dat eigenlijk geen verschil maakt, want welke aansluiting ook nemen. Als ik bij UPC dan krijg mijn pakket is eigenlijk alles in één. Ja. Ja, dus misschien kan het wel hoor, maar in mijn beleving kan ik geen ander pakket nemen bij UPC dan waar televisie, internet en nog wat in zit. Dus is bij ons niet zo dat welk abonnement ik ook neem, dat er of televisie bij zit, of dat voor mij het belangrijkste internet is, maar als het bedrag maar een beetje klopt, dat ik het wel neem. Want jij zei eerder, we hebben straks die kabelaar niet meer nodig, maar die kabelaar in Nederland is ook de leverancier van mijn internet. Nou ja, tenzij je natuurlijk glas hebt, dan is dat weer relatief eenvoudig toe te voegen. Maar het is waar dat in die 50, 60, 70 euro die jij per maand betaalt, maar een heel klein stukje daarvan zeg maar is voor de televisieprogramma's. Voor de gewone traditionele televisieprogramma's. Dus als het je om de besparingen te doen is, ja, zet dat niet zo heel veel zoden aan. Ter vergelijking, in Amerika zijn mensen gewend vaak vanaf $80 per maand, nee, afhankelijk van een paar premium kanalen erbij, zit je op 120. Ja, precies. Dat zijn ongeveer de bedragen die in Amerika gewoon zijn, alleen maar voor tv. Precies. Dus het cutting the cord levert ook onmiddellijk wat op. Ja, daar is precies. En dat speelt natuurlijk in heel veel meer landen, hè?
dat daar die, dat component zo groot niet zoveel was in de VS hoor. Maar daar levert dat wat op, ja. Ja. Hey, want wat mij betreft is juist die Apple TV. Apple mooi is, wat ze op zijn Engels of Amerikaans zeggen, gedownplayed heeft natuurlijk altijd van, het is een hobbyprojectje, et cetera. Ja, ja. Maar eigenlijk is dat concept, of het nu bij de Chromecast is of bij de Apple TV, is dat eigenlijk een vrij cruciaal element, denk ik, geweest in de verandering van media gebruik, absoluut, controle als gebruiker. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en waar het natuurlijk ook vooral voor van belang is, is dat het op het moment dat je over de top hebt, dan heb je ook, laat ik zeggen, die hele nationale ketens niet meer nodig. Hè? En dat betekent dus, want dat sluit wel even aan bij wat jij net zei, vooral als het gaat om on-demand televisie en uitzending gemist en allemaal van dat soort diensten, dan kan je die met over de top, kan je die gewoon straks direct bij Netflix afnemen of direct bij HBO en heb je de Nederlandse kabelmaatschappij en zelfs de Nederlandse zenders niet meer nodig. Dus het zou wel heel goed kunnen zijn dat we die kant op gaan schuiven. Dat verwacht ik zelfs, maar dat zal dan niet zozeer ingegeven zijn door de wens van de consument, maar vooral door de wens van de industrie om de Nederlandse zenders en of de Nederlandse kabelaars over te slaan. Dus dat is zorgwekkend voor de Nederlandse zenders en kabelaars? Ja, dat is zorgwekkend. Ja, ik denk dat die zich ook wel zorgen maken over wat hun positie nog is. Ook geldt voor MP3's, hè, en zo. Want die markt is ook volledig internationaal. Ja, ik denk dat het niet zo ingewikkeld is, hoor. Ik denk, hoe lang het gaat duren, zou ik geen uitspraak over durven doen. Maar ik denk dat alle, laat ik zeggen, series, speelfilms, al die premium content die je kijkt op het moment dat jij dat wil kijken. Alle drama met hoge production value. Allemaal van de lineaire kanalen. Ja. Dat betekent dat we minder gewone publieks lineaire kanalen overhouden. Ja. Meer special interest kanalen in de niche. En de rest gaat naar de Netflixen en iTunes en weet ik wat voor aanbieder die er op dat gebied is. En daar speelt die de Chromecast of de dongle of de speelt daar een hele belangrijke rol. Sleutelrol. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat betekent dus uiteindelijk, maar dan wordt het wel heel somberig, een krimp van de Nederlandse media-industrie. Want dat is wat we gaan doen. Kanalen. We gaan dan gewoon direct importeren. En ik zeg dan nog altijd vaak erbij, op die kanalen die er overblijven gaan we dus unieke Nederlandse content maken. Unieke Nederlandse content, waarschijnlijk veel live. Ja, groot entertainment. Sport. Ja. Wij verwachten dan met veel participatie. Ja. Waarin je uiteindelijk misschien wel 50 of 60 of 70% van de mensen gaat krijgen die meedoen. Hey, maar Jeroen, als ik nou even jou thuis voor me zie, ik weet waar je woont, Eiburg daar, je zit op die bank. Ja. Hoeveel zit je nou te participeren daar? Ik, vrijwillig of rustbaar? Ja, vrijwillig, ja. Dat is eerlijk. Nu willen we het weten. Heerlijk. Maar de antwoord. Nee, ja, ik vind quizzen leuk om mee te doen. Ja. Ik heb met veel plezier pogingen gedaan mee te doen met weet ik veel. Dat vind ik echt leuk. Dat is een quiz kennelijk. Ja, dat weet ik veel. Quiz. Groot succes. Nee. Echt groot succes. Daar speelden 17% van de kijkers mee. Hmm. Ondanks grote technische problemen. Ja. En dat vind ik echt veel, hoor. Dat is 350.000 man die gewoon mee zitten spelen. Dus quizzen vind ik leuk om mee te doen. Talentshows, daar hebben ze, dat vond ik een paar keer leuk. Maar ik heb het gevoel dat we daar weer een nieuwe fase in moeten gaan, een stap verder. Wat ik verwacht dat er gaat gebeuren, is dat er quizachtige spelconcepten komen met grote prijzen, waar je gewoon gaat krijgen dat 500.000 mensen zitten mee te doen, omdat er een ton of twee ton te winnen is. Ja, ja. Weet je? Niet meer dat Gaston één keer per maand bij iemand in de straat komt, maar dat we gewoon echt het gevoel kunnen hebben van nu doet het ertoe. We waren laatst allebei op een bijeenkomst van de IAB, waar natuurlijk een prachtig voorbeeld was van een Volkswagen campagne. We hebben afgesproken dat als jij de IAB zegt, dat je uitlegt wat dat betekent. De International... Interactive Advertising Bureau. Oh, oké, ik dacht Amsterdam Bureau of zo. Nee. Okay, ja? Club van digitale adverteerders. Ja. Adverteerders. Ja. Adverteerders. Ja. Een prachtige case van Volkswagen die dat principe eigenlijk over hadden genomen. Gewoon een campagne met een tweede schermtoepassing erbij, waar ze gewoon in elke blok een Volkswagen biedt, of per dag, of weet ik veel, maar dan kon je gewoon een Volkswagen winnen. Ja. Nou, dat zijn wel incentives die natuurlijk heel leuk zijn voor mensen om mee te gaan. Ja. Nou, nog één vraag over vandaag, hè, Apple. Ja.
als jij nou eigenlijk zegt, en je hebt er veel verstand van, dus ik neem dat serieus, dat Apple TV wel eens een dongle zou kunnen zijn en eigenlijk niet zo heel ingewikkeld apparaat is. Nee. Waarom is het er dan nog niet? Omdat... Er is nog een tweede optie, overigens, die ik mogen houden. Ik maak een onttrekkende beweging. Duidelijk geef ik antwoord op je vraag. Het zou ook kunnen zijn dat ze kiezen voor samenwerking met de kabelaars. Dat je een soort van Apple... Want dit is natuurlijk bekend, en daar is ook laatst weer onderzoek naar gedaan. De interfaces van set-top boxes behoren echt tot het allerergste wat er op deze wereld is. Ja, dramatisch. Echt, om te huilen. En het crasht en ze doen er honderden jaren over om het te ontwikkelen. En het is allemaal om te huilen. En het zou best kunnen zijn dat Apple zijn ervaring en zijn credibility in UX gaat gebruiken om een soort van Apple Insight propositie te... UX, User Interface. User Interface. Ja, ik ga nu gewoon afkorting gaan. Je trekt de parallel met Intel Insight, wat op elke computer staat waar een Intel chip in zit. Dat jij zegt, er komen televisies met Apple Insight. Set-topboxen. Set-topboxen. Dat jij straks bij UPC en kan kiezen ofwel ik neem het prachtige product Horizon, ofwel ik neem het nog prachtigere product Apple TV en daar betaal ik een premium voor. Het zou kunnen zijn, dat is natuurlijk ook hoe ze die smartphone-markt in zijn gekomen. Hè? Samen met, wat was het ook, AT&T destijds. Ja. Dat zou best kunnen. Maar dan blijft de essentie dat, laat ik zeggen, het technische stuk daarvan redelijk simpel is. Dat de gebruikersinterface is wat het onderscheidt van de andere producten. Maar dat eigenlijk de echte waarde zit in het hele ecosysteem van content wat erachter is gebouwd. Ja. En dat zijn ze nu natuurlijk steeds verder aan het opbouwen. Hoewel ze daarin ook stevige concurrentie hebben van Netflix en van Amazon. Dus in dat rijtje komt ook nog eind dit jaar of begin volgend jaar Intel natuurlijk. Jij noemde het zelf. Ja. Met een connected televisie propositie. Ja. Over de top verhaal. Erik Huggers, voormalig baas van BBC Technology. Verantwoordelijk voor de iPlayer. Ja. Absoluut een kerel met verstand van zaken heeft daar de leiding. Nederlandse jongen. Verwacht je daar wat van? Ik heb er nog onvoldoende naar gekeken. Toevallig heb ik er vanmiddag over gelezen. Ik vind dat lastig in te schatten. Over bekend ook. Ja, ik denk dat het staat of valt met de content. Met de content deals die je hebt. En, wat zij weer heel erg gaan noemen, is wel heel erg gericht op de Amerikaanse markt, is dat ze gaan unbundelen, zoals het dan heet. Dus waar je nu, als je National Geographic neemt in Amerika, dan heb je gelijk 12 kanalen en dan kun je niet kiezen van ik wil alleen maar dat kanaal. Ja. Dat zij gaan... A la carte model of cafetaria model noemen ze het ook. Ja. Ja, ik wil wel National Geographic Military History. Maar niet maar dat. Niet, ja. En, weet je wel, en afhankelijk van wat je aanvinkt, rolt er een prijs uit. Ja, dat maakt natuurlijk wat uit als dat voor het bedrag wat doet. Ik geloof daar voor de Nederlandse markt totaal niet in. Ook niet omdat de transactiekosten en de systeemkosten van zoiets optuigen. Dat is natuurlijk waanzinnig. Want dan gaan mensen elke week, elke maand zitten bellen van doe toch maar military history eruit en doe me maar. Weet je? En dat telkens moeten daar weer. Het lukt ze nu al niet om een aansluiting voor elkaar te krijgen. Wat jij zei, inderdaad wat jullie het even over hadden, maar het probleem, zeg maar, als ik het even over tussen aanhalingstekens, het kabel in Nederland. Het begint toch inderdaad gewoon met die afstandsbediening, met die user interface, die traagheid, met die set-topbox die crasht. Die set-topbox die crasht. Het heeft heel lang geduurd voordat ik mijn kinderen van analoge televisie naar digitale kreeg. Ja. En het moment waarop het lukte was dat ze door hadden dat je met digitale televisie, live televisie, kon terugspoelen. Dus dat je een reclame kon terugspoelen. Dat was het moment waarop ze dachten, oké, dit is kennelijk belangrijk. Maar iedere dag worden we met z'n allen nog gek dat je nu een knopje drukt. Je denkt, digitaal is sneller, is in mijn beleving. Maar digitaal is trager, het is onhandiger. De systemen waarin je zeg maar geadviseerd wordt werken voor geen meter. Maar hoe komt dat? Waar zijn ze eigenlijk... Was het zo makkelijk voor ze om geld te verdienen? Is er geen reden geweest om het beter te maken? Ik denk dat het een combinatie is van dat. Dat ze over het algemeen aan de UX-kant niet... Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is dat er... UX is user interface. Ja. Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste probleem is dat er op boordniveau... Dus helemaal boven in de organisatie geen mensen zijn die user interface echt belangrijk vinden.
En die zich dus, die dus, want wat je ziet met bijvoorbeeld die Horizon box, dat vind ik in ieder geval, dat het die box heeft te weinig rekenkracht aan boord. En vervolgens hebben ze geprobeerd om daar een hele fancy 3D-interface overheen te leggen. Die, laat ik zeggen, in een eerste demonstratie denk je, wauw, een soort van, ik word teletijdmachine. Maar als je een beetje verstand hebt van user interface, dan weet je dat de responstijd is nee, bizar. En veel te lange menus en animaties van 300 milliseconden. Dus daar zit hoger in de organisatie zitten niet mensen die daarin functioneel kunnen denken. Maar die denken, wauw, dit kan ik goed demoen op een beurs of zo. Ja. Dus ja, ik denk dat het probleem is. Kanttekening van Krijn Schuurman, die zegt interessante ontwikkelingen, maar onlangs bleek weer dat het on-demand kijken nog steeds marginaal is in Nederland. Ja, maar dat is niet waar. Vandaag zag ik weer een ander onderzoek binnenkomen in mijn mailbox. Ja, maar vorige week heb ik nog getwitterd, er is een programma, hoe heet het ook weer, de Safari met mijn ouders of zoiets, dat heeft al een kijktijd, daarvan is het aandeel uitgesteld kijken al meer dan 50%. Er zijn een hoop programma's, GTS valt er ook onder, die in belangrijke mate uitgesteld worden gekeken. Maar natuurlijk is het zo, kijk, het merendeel van de kijktijd in Nederland wordt veroorzaakt door mensen boven de 50 die de televisie aan hebben staan. Waarbij je kan afvragen of ze echt kijken. En overigens, die groep wordt steeds groter, want we worden met z'n allen steeds ouder. We hebben ondertussen rustig een tablet erbij en de krant erbij. Dus die televisie staat veel langer aan. Dus als je gewoon naar de metingen kijkt van de meetkastjes, dan is dat meer aan lineair kijken is zo fenomenaal. Dat als je dat gaat afzetten tegen bewust gericht en on-demand kijken, ja, dat zijn altijd druppels op een gloeiende plaat. En dat is natuurlijk ook waar de zender terecht en de adverteerders terecht mee schermen. Ja. Dus jij zegt, ze schermen er terecht mee, want dat is natuurlijk waar ze... Dat is waar ze hun geld verdienen. Ja. Maar helemaal waar is het niet. Goed, Johan Schaap zegt ook, een kabelaar moet gewoon geen hardware gaan maken. Dat vinden echte hardwaremakers al moeilijk genoeg. En daar heeft Johan helemaal gelijk in. Maar ik denk overigens dat een echte kabelaar overigens ook niet te veel met content moet willen. Ik denk dat hij gewoon vooral moet zorgen voor een buitengewoon efficiënte organisatie. Waarin ze heel veel efficiënt en heel betrouwbaar signalen transporteren. En alles wat daarboven zit, dat kunnen ze niet echt. Dat moeten ze ook niet willen. Dat is helemaal niet interessant. De heartbeat is ook heel anders. Hè? En het investeren in een kabelnetwerk betekent voor 10 of 15 of 20 jaar kabels in de grond duwen. En die vervolgens, het is eigenlijk zware industrie, want er gaat een paar honderd miljoen of misschien wel een paar miljard in zitten. En vervolgens ga je die jarenlang proberen heel efficiënt uit te melken. Dat is heel wat anders dan die hele korte ontwikkelcycli van bijvoorbeeld Apple. Die elke 300 dagen een heel nieuw apparaat. Het is een hele andere heartbeat. Ja. En als je die twee combineert, dat is gewoon, dat werkt niet. En als we het even over dit onderwerp hebben, in de beeldvorming komt natuurlijk ook dat Steve Jobs er niet meer is. Ja. In de beeldvorming is Apple draait nog steeds hartstikke goed, maar in de beeldvorming is toch begint zijn einde een beetje van zijn mooie periode te naderen. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, dat is ja. De echte innovaties zitten niet meer bij Apple op dit moment. Die zitten wat mij betreft vooral bij Google en Amazon overigens. Als een soort, dat merken we allemaal niet zo erg, maar aan de achterkant doen die ook waanzinnige dingen in de infrastructuur en in de betalingsstructuur. En ik denk dat daar zit de grote innovatie. En Apple is nu, ik denk dat die nu op het, ik zou nu geen aandelen Apple kopen. Ik denk dat die nu wel op het maximum van zijn waarde zitten. Ja. Welke aandelen zou je wel kopen? Ja. Welke aandelen? We hebben nog wat geld over, wat we stekelijk samen moeten besteden vanavond. Kunnen we aan de bar besteden? Dat lijkt me altijd een goed idee. Nee, kijk, ik denk dat Google nogal een hele hoop slimme dingen in hun mouw hebben zitten. Ik kreeg vandaag een mailtje van iemand binnen, of het waar is, weet ik niet. Maar die zei van, YouTube bijvoorbeeld is het model aan het veranderen. Tot nu toe kon je allemaal van die mooie soort van widgets maken.
En dat mag kennelijk binnenkort niet meer. Alleen als je dan afspreekt dat je 40.000 euro aan reclamegeld in een maand besteedt. Of iets dergelijks. is dat inderdaad de richting waar we... En wat tot nu toe, daar even over. Wat YouTube aan het doen was tot nu toe, is ons eigenlijk allemaal gratis mooie diensten geven. Hè? Dingen waar we vroeger heel veel geld voor betaalden. Wij zelf ook. We kunnen nu streamen wat we willen, et cetera. Maar ja, we snappen allemaal dat kost ook geld. Ja. Welke kant gaat zo'n bedrijf als Google, YouTube op met een inkomstenstroom als het over video gaat? Als het over video gaat, dan gaan we gewoon betalen voor content. Want de advertentiemodellen force exposure, dat model is eindig. Dat is, daarvoor zijn de marges ook te klein. Dat is een bekend rekensommetje voor mij. Als je kijkt naar een uur televisie, lineaire televisie, zitten daar 24 reclamemomenten in. Hè? 12 minuten keer 30 seconden. Dat is 24 reclamemomenten. Als je kijkt naar een uur lineaire televisie, en we gaan even uit van een programma van 25 seconden, dan zitten daar 4 of 5 reclamemomenten in. De adverteerder betaalt niet voor die interactieve, voor die on-demand televisie, 4 of 5 of 6 keer zoveel als die betaalt voor lineaire televisie. Dus uiteindelijk zal de consument meer moeten gaan betalen. Of het aanbod verschraalt en het internationaliseert heel sterk. Maar ik verwacht dus dat we uiteindelijk gewoon meer gaan betalen voor ons. Dat we meer gaan betalen voor video. Uiteindelijk. Ja. Dus ik wil je nog eventjes melden dat Oranje zich plaatst voor het WK 2014. Nou, dat lijkt me een mooie... Dit is een van die dingen. Komt van de NOS binnen, dankzij jou. Jouw geschiedenis is daar inmiddels op de kop. NOS is altijd eerst en dan zeg jij altijd, ja, dat weet je hoe dat komt. Toen ik er nog zat. Ik mag natuurlijk publiekelijk helemaal niks over zeggen. Oké. Hey, Jeroen, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Mooi en interessant verhaal. Zoals gezegd, jij bent de komende week zeer actief hier in Amsterdam. Ja. Omdat de hele internationale wereld die met dit soort dingen bezig is, present is. Misschien nog even heel precies. Je geeft ook een presentatie op de Second Screen Summit. Second Screen Sunday. Op de IBC. Dat is van de Second Screen Society. Dat is een internationale club van mensen die zich zowel vanuit concept, reclame, content bezighoudt met de mogelijkheden van Second Screen. Ja, heel erg leuk dat je daar mag spreken. Ja, is hartstikke leuk. Ja. En daar presenteer ik vooral Nederlandse cases. Ja. Want je ziet, dat vind ik ontzettend leuk. Je ziet dat wij wereldwijd echt voorop lopen. Ook met de club van Roeland. Je ziet dat we een aantal dingen die we hier doen, die hebben ze ook in Amerika en ook in Australië. Daar durven ze nog niet eens van te dromen. En je ziet dus dat ook de cijfers die wij hier weten te realiseren. Successen als bijvoorbeeld Springleven. bijvoorbeeld, weet ik veel, het zijn wel vooral RTO-cases. Maar die zijn in cijfers, zie je echt dat mensen de schellen van de ogen valt als je dat vertelt. En die willen dus heel graag horen hoe dat dan gaat. En dat mag ik dus, dat vertel ik zondag in Tokura tijdens Second Screen Sunday. Ja. Mensen daarheen? Daar kunnen mensen heen. Het is wel een betaald congres, dus daar moet je kaartjes voor kopen. Op de Second Screen Summit staat hoe je daar naartoe kan gaan. Hij is als ik het goed gezien heb, rond de 200 Ja, zoiets. Het is echt een professionele beurs. Toch? Ja. En vooral voor buitenlandse, het zijn vooral buitenlandse gasten die daar komen. Ja. En op maandag hebben we dus, op vrijdag hebben we overigens op de IBC, hebben we nog een hele leuke presentatie van, op de stand van Civolution, hebben we een gesprek met Anthony Rose van Zeebox. Dus dat is vrijdag. Zondag is Second Screen Sunday. En maandagavond hebben wij onze Second Screen Mixer bij ons op het dak. Het presenteert Taco Ketelaar, presenteert een panel. En daarna demonstreren wij een nieuw product. Ik raad iedereen aan weeronline.nl te volgen voor de meest actuele weersberichten voor op het dak. Ja, het is ook overdekt. Geen probleem. Hey, ontzettend bedankt, man. Hartstikke leuk. Ik zal er ook zeker zijn. Roeland heeft beloofd dat hij ook eventjes even meekomt. Dus we zien je daar in ieder geval. En Peter, die hier de techniek zit, die gelukkig niet naar zichzelf, althans voor zichzelf gelukkig niet naar zichzelf gaat schakelen, want dat vindt hij niet leuk, is er ook 3 dagen lang om te kijken wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, welke nieuwe technieken zijn er die wij en anderen kunnen inzetten. En het is voor de specialisten, maar voor de specialisten is een prachtig evenement. Bedankt voor het kijken. We zijn er toch alweer een kleine 1,5 uur aan het praten over
beginnend bij een Apple-event en eindigend bij de wereld van media in de breedste zin van het woord. Dat gaan wij zo direct afsluiten hier beneden aan de bar. Dus als je in Amsterdam-Oost of omstreken woont, dan ben je nog van harte welkom. Vertel het aan je vrienden dat je dit vanaf morgen ook online kunt bekijken. De stream kwam tot je dankzij Streamzilla uit het noorden van het land. Dus wil je ook meer met streaming of hosting, dan weet je streamzillacdn.com te vinden. En wij zijn hier iedere week, dus volgende week ook weer. Dankjewel. Dag.